Zonder helm en zonder munitie. En zo moeten we ze eigenlijk ook zien. Zo moeten we ze ook hebben. Ja, en we hebben weer een koel in de optocht. Dus schakelen ze maar door op. TV Valkenberg. Voilà. Pauzeprogramma van TV Valkenberg. Door Nancy en ik. Nog spaken in optocht is de volgende groep. Ze nemen zichzelf groep Gentlaker Zoetbarig. Voorheen wordt dit de Agieren groep van de Blikvangers en van de Venetiaanse pakken. 2 jaar terug, vorig jaar dus de Blikvangers. Deze groep zit er ieder jaar wel zwaan op. Ja, dat ziet je wel. Ja, dit is een lekker familie. De familie Gijzelaars, Koenen, Schroders en Bastings. Bastings, sorry. Ja, lekker zo'n werk. Ja, dat is kieken toch. Dat zit er wel lekker stukken aan. Ja, dat is eigenlijk een zwemkop die een kieken komt. Ja, ga eens kieken. Misschien kunnen ze gaan lekker spakken. Nee, doe. Oh, ik? Doe. Moeten ze gaan korter bij komen. Ja. Ze zijn nu aan het dansen bezig. Zo aan gemaakt, hè. Ze moest ik maar eens even gaan kijken of toch een lekker stusje zit. Ja, wat wil ze? Moet ik metbrengen? Moet ik gaan metbrengen, geen lekkers? Ja, ja, doe nou maar. Met spek of zo? Ja, of geen lekkers voor zichzelf. Met spek of de rubben of zo. Eens kijken wat die van een spek op de wagen hebben. Eerst spek de optocht? Nee, ja, een beetje. Oh, wat heb je voor lekkers bij je? Wat heb je voor lekkers bij je? Spekken, alleen maar spekken. Hoe heb je die zitten? Die heb ik gewoon. Achterop. Spekskes. Ik heb er nog even zitten dat ik hier een spekskes los. En dat ik hier spekskes los? En kom maar, door de kant. Dank je. Zie je spekken en optocht, goed werk. 2 spekjes voor Nancy en voor mij. En ik vlieg, 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 daar kunnen we een klein processie aan, ik weet het niet, aan de muziek te oordelen. Ja, dat is dus de zaterharmonie, ah. Het is niks. Ach, goed bereik natuurlijk. Ja, daar staat veel op. Het werkt er 11 jaar. Die hebben dus jubileum. Ja, die hebben dit jaar... Harmonie, het is niks. Oetberg, het jubileum. Gewoon eens even kijken wat veel op de wagen staat. Ja. Kom eens even met op de wagen. Want we hebben dat niet gekregen. Stop eens even. Kom eens even met Linda. Gewoon eens even hier dit goed in beeld brengen. Want de Harmonie Oetberg te blijven besteed. Het werkt hier 11 jaar. In 84 opgericht. Zaterharmonie, het is niks. Oetberg te blijven. In 2006 bestonden ze 22 jaar en lopen 1 jaar met in de optocht hier in Valkenberg. Die bestond dit jaar dus al 25 jaar. Ja, maar is geen carnavalsjubileum, dus ze moesten een beetje terugbrengen. Ze hebben ook dit jaar weer veel jubilarissen. En ze hebben zelfs vorige week een zeer succesvol eigen Zaterharmoniekes concours gehad in Berg. En bij de Zaterharmonie staat de kwaliteit dan ook boven de kwantiteit. Ze hebben nu namelijk 12 personen. En hun motto is los, lol, spas en plezier en vooral welke wel.
uiteraard in Bergen op Lied altijd stemming maakt. De zaterharmonie, het is niks. Nou, het bestaat inderdaad 24 jaar, maar ja, goed. Wat is 25 op 22 en op 33? Ik denk er juist tussenin. Nou, we gaan weer eens even naar de crisis, de kredietcrisis. Bank, die hebben namelijk geen last van de crisis. Ja, het is al wel geld genoeg, Robin. Ja. En dat is Marlies Haak en Major Arians. En lopen dit jaar voor de eerste keer met. We smieten met geld. Ons bank is wel liquide. Heb nog geen geld nodig, moet er zich genoeg kunnen horen. Dit klopt trouwens niet wat ik net zag, want ik zag even snel dat de nummer 616 is. En dit is wat kredietcrisis. Ja, dat christen met al die crisissen, dan is ze alles erin halen. Dus je ziet gewoon hoe het gebeurt. Het geld vlug dus, de deur uit. Ja, dit is een andere groep dan wat ik net zag. Ja. Want die achter, die meisjes die achter, die sparen nog overwets. Tussen met een, ik benoem ze daar weer, in een stak met een buur eraan. Die veer sparen ouderwets, wisten. Ja. Gewoon ja, nog op de proef. Op de proef, dat was juist het probleem. Ja. Die hengelen nog naar geld. Deze groep loopt namelijk al 15 jaar mee in de optocht. En ze zijn met 10 personen. Daar onder andere zitten daarin Huub, Marlon, Curtis, René, Siegfried, Franjo, Evelien, Guus, Jolanda en Shirley. Nou, we gaan even naar de prinsenwagen van de Sputnikkers. Goed, Bergen de Vliet met prins Peter de Tweede en zijn minister Ger bovenop de wagen. En ze smieten ook sloeg goed. En ze hebben nog een anders in de hengel. Ze kunnen niet zien, want het is alaaf. Oh, de komende karamellen. Oh. En de jeugdprins en jeugdprinses staan tevens ook op deze wagen. Prinses Iris en prins Mike. En terwijl Veer bekogeld worden met lollies en sloek, begint het ook alweer te regenen. Maar vertrekken is er niks van aan. Een beetje regen, daar kunnen we wel tegen. En zeker als ze zo'n partytent van Leo Filippi over de genen hebt gespannen, dan kunnen ze het wel even uithouden. We gaan naar niks door. Zaterharmonie. Ook eerder jaar de B nummer 400. Een zaterharmonie die uit heel veel lui besteedt, met ook een activiteitencommissie, een muziekcommissie, een stoffencommissie, een schminkcommissie. En ze hebben een repetitieruimte, heurt goed, in Café Bonaparte in het centrum. Maar de toeshaven met deze dag is de Michiel de Ruiterbaan. En in die harmonie zitten diverse oud-jeugdprinsen en ministers. En diverse grote prinsen en ministers. Dus het is eigenlijk een soort van hofleverancier voor de Valkenbergse carnaval. En zelfs een oud-prins van de volleybalvereniging ACC hebben ze in het midden. Weer een speciaal te spelen, we gaan eens even luisteren. Die willen trouwens de groeten doen aan Jochem en Tracy, die jammer genoeg vanuit Engeland niet met koesten dit jaar met de optocht. En Jelbe groeten en beterschap aan Nico van al zijn vreun van deze zaterharmonie. Volgend jaar bestaan ze tracker 11 jaar en het jubileumcomité is nu al bezig met de voorbereidingen. Ja, dat is ook zo angst verkregen. Volgend jaar dus 22 jaar in de Valkenbergse vastelavond. De zaterharmonie niks door. En hier kregen we zoek de verschillen. En daar kun bal pas op zakkenroller van Evelien Habets. Lep ook eerder jaar met als Einzelganger.